Ja, hoe ga je om met iemand met depressie? Dat is een lastige. Oké, mevrouw Vies. Kijk, de poten die zijn vies. Eeuw. Ja, een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick. Ja, het is vandaag vrijdag 29 januari 2021. Ja, het is nu 11 uur 35. Dus dat betekent dat ik zo meteen Lady ga uitlaten. Lady staat daar al. Ik wil heel graag uitgelaten worden. Dus dat ga ik maar even doen. Dus heel veel plezier bij deze gloednieuwe vlog. Goed zo. Kom maar. Lekker naar buiten. Ja, toen liep ik dus al lekker buiten. Het waait lekker. Het regent niet, het is lekker droog. Lady loopt lekker voor me. Zoals je lekker wel kan zien, is het helemaal prima. Ja, en van Ro heb ik nog... weinig gehoord. Ik heb hem wel gelezen. Want hij houdt het niet langer vol. Op deze manier. Maar ik zal het wel straks beter uitleggen. Wat hij heeft geschreven. Maar oké. Ik zal eens even kijken of hij opneemt. Hij zal ook met hem en de twee zusjes moeten lopen. Ja, hoe ga je om met iemand met depressie? Dat is een lastige. Kost veel energie. Je moet ervoor zijn. Alle tijd die je aan besteedt is nuttige tijd. Mijzelf merk ik er niet zoveel van, dat is jammer. Nou ja, het enige wat je kunt doen is voor iemand zijn. Zoveel mogelijk leuke dingen doen, afleiding vinden. En lekker met de hondjes lopen natuurlijk. Hè meisjes? Ja. Dat biedt nog een beetje afleiding voor deze en gene. Oké, mevrouw Vies. Kijk, de poten die zijn vies. Eeuw. En zo lang zijn die nagels niet hoor, jongens. Nee. Ik heb langer gezien. Hé, Leed. En we lopen heel veel, hè? Jij, hè? Ja. Toch, Leed? En daar heeft iemand iets. Nou, ik lig wel lekker. Hé? Waar is je koekie? Hé, koekoek. Cookie. Oeh, wil je cookie hebben zo? Strakjes cookie hebben? En waar ligt je zus? Ja, je zus die ligt in de gang. Zal ik ook even die even zoeken dan? Ja, Leed. Ja. Zal ik even die kleine zoeken? Kleine Ukkepuk. Waar ben jij? Waar ben jij? Lig jij hier? Oeh. Lig jij daar? Kom hier. Niet? Blijf je daar liggen. Kussie. Wil je koekje hebben? Moet papa dan even filmen dan? Ja? Nou, kan papa en mama filmen? Zo. Emma's. Ja, en dan kom je wel, hè? Dat wel, ja. Hij is wijfie. De woonkamer geven, ja. 1, 2, 3. Allebei, alle drie, 2. Woonkamer, kom maar, papa ook woonkamer. Ja, toch wel wat is hier nu van. Zitten. Stukje. Waar is Kusje? Kusje,
Zitten. Zitten. Nee, oké. Okay. Zitten. Mooie foto. Jeez. Zo, slijmbek. Zie je het? Mm-hmm. Slijmbek. Moet eens kijken. Mm, yummy. Die slijmbek heb jij nog en nog nooit eerder gezien, zeg ik zo. Nee, dat weet ik niet. Nog een keertje slijm. Met een koekje, lekker. Doe rustig, dat was mijn duim. Mevrouw slijmbek. Die glijdt zelfs uit. Zachtjes. Kan het wel. Goed zo. Maar je hebt al gehad, mevrouw Slijmbek. Hier, mijn vies. Je daar pakken. Mevrouw Slijmbek. Ja, nou, we hebben even allebei eventjes op bed gelegen. We zouden eigenlijk een uurtje, maar dat is 2 uurtjes geworden. Maar ik ga nu even lekker stofzuigen. Ja, stofzuigen. Want ook dat moet nu gewoon gebeuren. En dan even kijken wat ik nog ga doen. Ja, en vlogs editen. Dus ja, en ik hoop dat ik een beetje wat hulp krijg met dingen wat ik ga doen. En dan niet iemand die gaat zitten en niks doen. Daar word ik geïrriteerd van. Ja, lieve mensen. Ik ga deze vlog gezellig afsluiten. Samen weer met jullie. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter en doe het belletje aan. Want dan blijf jij, zeker jij, ja, Julia, blijven jullie zeker op de hoogte met alles wat ik plaats op YouTube. En dan zou ik zeggen, tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Een dikke tuut op je snuit en tot morgen. Doei!